mijn droom ooit om topturnster te worden. Nou, dat is mij niet gelukt, maar Sanne wel. Dus ook een heleboel kindervraag voor haar. Hey Sanne. Hallo. Hoe is het? Goed. Je hebt wat leuke vragen voor Ik heb een heleboel kindervragen voor je. Leuk. Zullen we beginnen? Zeker. Hallo Sanne, ik heb 2 polsen gebroken en ik was benieuwd of jij al een keer met turnen had gebroken. Ja, dat is wel heel vervelend dat het er 2 is. Ja, 2. Ja, het ziet ook heel zielig uit. Ja. Ik heb ook ooit een keer mijn pols gebroken. Toen was ik denk ik 9 of zo. En ik heb natuurlijk wel vaker een blessure gehad. Maar nooit echt dat ik helemaal in stukken lag. We hebben jou 5 jaar geleden ook gesproken. Ja. Kun je nog iets van dat interview herinneren? Niet zo goed, nee. Nee, ik ben ook heel benieuwd. Eet je wel eens in de week iets ongezonds? Ik heb namelijk gehoord dat jij en je zus nog nooit... Likken wel, inmiddels. Oké, wacht. Jullie zijn wel getuige van het eerste moment ever in mijn leven. Nou, ik ben niks veranderd. Niks veranderd. Nee. En in de tussentijd nog steeds geen hamburger gehad. Nee, maar ja, trekt me ook niet zo. Ik ben wel meer van de sushi en pizzaatje af en toe vind ik wel lekker. Maar nog steeds geen hamburger dus. Nee, nee. Misschien wat het toch is tijd. Wat was je eerste reactie nadat je goud hebt gewonnen bij het Europese kampioenschap? Goed, Sfeerda. Weverspirouet, dubbel met been hoog. Dit doet ze goed. Afsprong. Omhoog. Ja hoor. En een goede landing. Onwaarschijnlijk een terugkeer op dit niveau. Sanne Wevers. Ja, toch wel weer een heel bijzonder momentje. Omdat het wel na een periode was waarin het even niet zo goed ging. Ja, dat geeft wel een heel speciaal gevoel. Onze vraag is, waarom ben je van turnen afgegaan en waarom ben je weer teruggegaan? Want je bent er een poosje tussenuit geweest. Ja, ik heb na de vorige Olympische Spelen in Tokio heb ik inderdaad ervoor gekozen om even een jaartje niet te turnen. En er was natuurlijk heel veel gebeurd in onze sport. Al een week lang is er grote onrust in de turnwereld. Geschreeuw, gescheld en gepest. Verschillende turnsters zeggen dat ze het slachtoffer zijn van intimidatie, manipulatie en fysieke mishandelingen. Door onder andere bondstrainer Vincent Wevers. Het ging op een gegeven moment ook over je vader. Hoe was dat voor jou? Ja, het was wel heel erg moeilijk. Omdat dan mensen heel erg over je praten en niet meer met je praten. En er worden allerlei... Ja, toch wel kwetsende dingen gezegd in de media. En uiteindelijk is het dan soms goed om er even afstand van te nemen. En bij jezelf te gaan denken, vind ik het nog wel echt leuk. En na een jaartje was ik wel dat ik dacht van, nou, ik ga het toch weer een kans geven. Hey Sanne, wat heb je het meest gemist toen je niet turnde? Groetjes mee, doei! In dat tussenjaartje had ik dus inderdaad van dat ik dacht van oké, ik turn nu even niet, maar wat ga ik dan wel doen? En ik vind het heel leuk om te tekenen en te schilderen. En toen dacht ik van, ik heb ook wel eens voor het Nederlandse team zo die pakjes een beetje ontworpen. En ik dacht van, nou, ik ga eens proberen om dat zelf te doen. En dat is best wel lastig. Ja? Het duurde ook echt een jaar voordat ik het uiteindelijk voor elkaar kreeg. En uiteindelijk was het wel gelukt. Dus, je hebt nu je eigen turnpakjes. Het duurde even, maar... Ja. Hoi Sanne, wat is je favoriete turnpakje en wat is je favoriete turntrucje? Dit is mijn favoriete turnpakje. Ik denk dat het pakje wat ik nu aan had in de finale, dat vind ik wel echt een heel mooi pakje. Nu weet ik van vroeger nog dat met wedstrijden die turnpakje, ja, die zit natuurlijk super strak, heel mooi. Ja. Maar je kreeg punt aftrek als je in je billen kropen. Ja. Ik spoot altijd haarlak op mijn billen. Of is dat iets, heb ik iets heel doms gedaan? Ik kan me wel voorstellen dat dat plakte. Ja. Maar ik kan me niet herinneren. Ik heb nooit met mijn blote billen in de hal gestaan. Dus misschien heeft het geholpen. Heel wel. Oké. Maar dat heb je dus nu. Dat heb jij niet. Nee. Bij ons, bijvoorbeeld de wedstrijdpakjes die wij hebben, die zitten wel gewoon goed. En die blijven ook wel op de plek zitten. Ja, dat moet jou. Ja. Ze vroeg ook nog, wat is je favoriete turntrucje? Ik denk toch wel de pirouette op balk. Dat nog steeds wel mijn favoriete trucjes zijn. De ballerina in deze finale. Nu de andere kant op, nu nog een dubbele pirouette. Het is ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. Ja, heel goed. Ja, bijna. Ja. Oh. Goed genoeg. Hoe lang denk je nog door te gaan met turnen? Ik denk dat ik het gewoon goed ga bekijken hoe goed mijn lichaam het nog aan kan en hoe leuk ik het blijf vinden. En stel, over 5 jaar zitten we weer met je.
Ben je dan nog steeds aan het turnen, denk je? Dat denk ik niet. Nee? Nee. Nee, ik denk dat ik na de Olympische Spelen van Parijs wel stop. Ja? Ja, dan is het wel mooi geweest.